Ondanks het feit dat de opening van het officiële haringseizoen was verplaatst naar 14 juni, werd in de oudste stad van Nederland toch een haringparty georganiseerd. Heel bijzonder, omdat het een haringparty is die in feite zonder de nieuwe haring van start gaat. Maar we vinden toch dat we de haringparty door moeten laten gaan, omdat een heel belangrijk onderdeel van de doelstelling van de organisatie is met name het goede doel. En de haring is wel belangrijk, maar een beetje bijzaak. En we proberen dan in ieder geval over 14 dagen de haring bij de bieders te krijgen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En dan hebben we echte haring. Het is weliswaar niet de Hollandse Nieuwe. Nee, maar ja, kijk, ik denk dat het gaat om het doel van de avond. En of het vaatje nou wel of niet op tijd is, het goede vaatje komt er heus wel hoor. Meneer Veerbeek, notaris, hoe is dat om het eerste vaatje in Nederland te mogen veilen? Het is natuurlijk een eer om daarbij aanwezig te zijn. Het is ook een leuk event in het Nijmeegse. We grenzen wel niet aan de havens. En in dit geval is dat ook wat minder van belang, want het vervoer was dit keer niet nodig. Omdat, zoals een ieder weet, zeg maar de eerste echte maatjes pas later zullen worden uitgeleverd. En dat het bieden en het veilen vandaag ook gaat om een vaatje wat pas later ook geleverd zal worden met de nieuwe haring. Ton heeft net al aangegeven hoeveel afgelopen jaar bij elkaar is gebracht. Afgelopen jaar was het in totaal 29.000 euro. En het gaat weer beter met de economie. Dus dat bedrag moet dit jaar minimaal worden geëvenaard. En dat is ook niet zo moeilijk, want we hebben dit jaar ook weer twee hele goede doelen die de Stichting Ondernemerssociëteit Regio Nijmegen heeft uitgekozen. Het doel is natuurlijk allereerst Stichting Leergeld Nijmegen en als tweede de Voedselbank Nijmegen. Te gaan promoten voor het doel van heel veel. Zoals bekend, Hans, gefeliciteerd en aan jou de microfoon. Dan hoor ik even het haringboekje bij, de haring en zijn maatjes. Alsjeblieft. Namens de organisatie Hans, proficiat. Ik wil graag uitbeuringen, 100 euro in de buitse product. 100 euro. 100 euro in het gebruik. Een bod van 50 euro. Die verbonden ook mee gaan. Dan de erbij meenemen. 100 euro. Marktregel van Polens Kozijn. 50 euro. De heer Aardig. 50 euro. Dank u wel, meneer Allemann.